Dus Hugo Lot, Lees Omen en Vink Fleuren. Ze zijn allebei rijders met Just Drine en Florian Kastijn. Ons met Iris Wilmers. En die andere twee rijders komen uitschijnen. De eerste laten we horen voor Lars Personaal en Tijn van de Laarschot. Dat deden ze mooi synchroon trouwens. Ja, dat is ook met die volgende finale rit. We gaan eens even kijken wie is er dan goed weg. Het is niet Lees Omen. Behalve gaat hij zelfs onder de eerste set. Maar Omen is er heel erg lekker weg. Die is dat wel. En het is een van de andere drie rijders, een van de andere twee rijders. Het is namelijk drie man gelukt om al hun marges te winnen. Fleur en Omen lukt het ook om de halve te winnen. Maar het was Kastijn die daar voor als eerste die eerste bocht in dook. We kijken daar inmiddels naar Kastijn op de tweede positie. Omen dus weer helemaal terug vooraan. Kijk eens naar Omen, die gaat hier voor de rits, die gaat hier voor de meeste puntjes. Dan gaan wij door naar plekje nummer 3. Gaan wij kijken naar Finn Fleuren. De vierde positie gaat er zijn voor de leuze. Is er daar dus voor tijd van de Laarschot?